Hallo en welkom bij een nieuwe video van Hamsterpraat TV. In deze video wil ik jullie even een vraag stellen. Want ik maak dus hamstervideo's, niet heel veel meer. Maar dat komt omdat ik een drukke tijd had, maar ik zou nu wel wat meer met YouTube bezig zijn. Ik ben namelijk vooral bezig met TikTok. Ik weet niet of jullie het kennen of jullie iets hebben, maar ik zet hier wel even mijn TikTok naam. Maar goed, daar wil ik het deze video niet over hebben. Ik wil jullie het even over hebben, want ik weet niet zo goed wat ik met mijn kanaal moet. Ik maak hamstervideo's. Alleen ik weet natuurlijk niet of jullie het leuk vinden of niet, want mijn reacties zijn uitgeschakeld. En ik heb ook andere dingen met mijn kanaal gedaan. Ik heb in vorige zomervakantie heel veel gevlogd elke dag. Maar dat wou ook weer niet. Dat dacht ik ook weer van, ja, is niet zo leuk. Maar ik dacht, laat ik jullie eens vragen wat jullie leuk zou vinden. Wat ik zou filmen. Bijvoorbeeld challenges of gewoon hamstervideo's. Gewoon dagelijkse vlogs of gewoon bijvoorbeeld een paar vlogs in de week. Want ik denk dat dagelijks niet zo erg gaat lukken. Omdat ik nog gewoon op de basisschool zit en bijna naar de middelbare school ga. En dan misschien best wel druk heb en niet zoveel te filmen heb. Dus ik dacht, laat ik deze video nog maar even een vraag stellen. Wat jullie graag zouden willen hebben op mijn kanaal. En ik dacht, ik doe weer eens een update over Pluisje, omdat ik al heel lang niet meer gevlogd heb. Hier staat de kooi. Kijk. Hier. En Pluisje zit nu daar in huis. Ik weet niet of je het nu kunt zien. Kijk. Ja, je kunt het niet zo goed zien, want de camera anders. Wacht. Het is een beetje lastig. Kijk, hij is daar. Ja, hier is hij. Dat was dus Pluisje. Ik kan hem wel even pakken. Maar het is zeg maar een huisje wat je niet zelf kan oppakken, zeg maar. En ik weet niet waar mijn snoepjes liggen. Van Pluisje. Ik heb namelijk zonnebloempitjes. En met zonnebloempitjes kun je hem ook al krijgen. Dus ik heb hier een bak met allemaal hamsterspullen. Zeg maar een hamsterhoekje noem ik dat. Ik heb hier de voeremmer. Er zitten ook wel bloempitjes tussen. Dus ik pak er gewoon een paar. Ik leg ze even hier neer. Ja. Hamsters zijn meestal wel dol op zonnebloempitjes. En Pluisje ook. Dus ja. Maar ik weet niet of in deze video ook de reacties worden uitgeschakeld. Dus ik zet hier ook al even mijn Insta-naam onder. Dat is eigenlijk hetzelfde als mijn TikTok-naam. En dan kunnen jullie zeg maar daar even onder of via privéberichten even wat vragen stellen. Zodat ik ook nog een Q&A kan opnemen. En ik ga nu even proberen om hem eruit te lokken, want dat moet. Dus ja, want je kunt hem niet uitkrijgen, zeg maar. Hebbes. Op zich niet zo'n grote moeite, want je kunt hem gewoon lokken. Maar hier is hij dus. Jullie hebben hem al heel lang niet meer gezien. Hij is een stuk groter geworden. Poppy. Hij vindt het ook leuk om op je schoot te lopen. Ja? Ja, dat vindt hij ook leuk. Ja, jullie kunnen het nu niet zien. Kom, kom maar weer op mijn hand. Zo. Oeh. Kijk eens, camera. Schattig. Vind je de kijkers ook lief? Ja, zo lief, hè? Pluisje is nu 6 maanden. En 22 december is hij jarig. Ik ben bij een fokker vandaan. Ja, ik weet niet of jullie dit allemaal al weten. Wat ik nu allemaal vertel.
En soms, ik weet niet of jullie weten wat hij doet, maar hij piept soms. Zeg maar, als ik hem op ga tillen. Of als hij op mijn hand is, dan piept hij soms. Hij is nu best wel relaxed op de hand. Op zich. Je kunt gewoon lekker pootje over. Alleen op een gegeven moment dan vindt hij dat niet meer leuk, zeg maar. En ik had hem een keertje 10 minuten vast of zo. En toen ging hij in één keer mijn handpalm bijten. Niet dat het zeer doet of zo, het doet geen zeer bij het pluisje. Het kriebelt juist een beetje, maar hij beet wel. En ik denk dat dat gewoon komt omdat hij het te lang vindt. Het pluisje vind je te lang. Vind je het te lang duren? De camera. Nou, ik doe jou weer terug. Zo. Ja, ik moet nog een beetje. Hij graaft heel veel, dus er zit wat daar, wat in het drinkbakje. Even zien. Het pluis. Dan gaat hij s'avonds om zijn bekkie doen en dan gaat hij dat in zijn hokje brengen. Kijk, dat gaat hij ook graven. Gaat hij erin graven? Wat doe jij allemaal? Ja. Oh, hij zoekt de zonnebloempitjes waar ik hem zo net mee gelokt heb. Ja, dat ruik jij, hè? Hij is echt zo lieve hamster dit. Ik kan geen liever bedenken. Ja, kijk. Mijn kamer, kijk. Dus ja, dit was mijn video met Pluisje. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En laat dus even vragen achter in Rea of op mijn Insta. Ik zal het hier nog even zetten van TikTok en van Insta. En ja, Pluisje heeft een Instagram-account en daar kunnen jullie dan even de vragen onder de post zetten. Of gewoon even via mijn echte Insta. Ja, wacht even hoor. Ik moet een beetje mijn plek wezen. Maar zet er gewoon even via privébericht wat vragen. En dan zal ik ze wel beantwoorden. En volg zeker even mijn TikTok. Zeg mijn pluisje. Nou, we zeggen gewoon, doe een duimpje omhoog. Reageer als het kan. En anders reageer je onder de post van Pluisjes Insta-account. Kan je wassen? Nou, ik zet hem even weer terug. Dus ja, nou, dat was het dan wel. Dus doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Dus ja, dus even voor de duidelijkheid. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Jullie hebben zo net mijn Insta gezien en die van Pluisje. Stuur een privébericht naar mij. Insta-account, mijn echte. Pluisje is heel grappige dingen. Voor wat je graag zou willen. En ik post even een foto van op Pluisje's account. Met een foto van stel vragen over Pluisje. En dan zal ik die ook beantwoorden. Maar dat is in de volgende video. Dus ja. Dan zeg ik abonneer en like en reageer als het kan. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Doei!